Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseerde Jaguar Land Rover Assen in samenwerking met Bank Nagelmakers zijn prestigieuze Classic Car Rally. Als officieel verdeler in het Jaguar en Land Rover netwerk ontwikkelde de concessie ook een classic activiteit om zo gepassioneerde oldtimer-liefhebbers een betrouwbaar aanspreekpunt te bieden. Een tachtigtal deelnemers aan de rally verzamelden aan de concessie in Assen voor een uitgebreid ontbijt. Na de briefing en een kennismaking met de mooiste deelnemende wagens werd het startschot voor de rondrit gegeven. Na het kustparcours afgelopen jaar werd dit jaar een mooie rit uitgestippeld rond Brussel. Na de inspanning, de ontspanning. Dat was ook dit jaar het opzet van de rally. De organisatoren voorzagen dan ook een aantal stops, waaronder enkele leerrijke haltes. De karavaan hield eerst halt aan Zeppels, een oude molen in Lombeek die omgebouwd werd tot conferentiecentrum en feestzaal. Later op de dag werd verzamelen geblazen in de buurt van Waterloo aan de hoeve van Mont-Saint-Jean. Vandaag de dag de locatie voor een microbrouwerij die de deelnemers konden bezoeken in het gezelschap van de meesterbrouwers. Maar het meest recreatieve gedeelte van de dag speelde zich ongetwijfeld af aan het stuur. Voor de lunch leidde de route de teams naar het Classic Domein in Beersel, dat voor de gelegenheid volledig afgehuurd werd. De zon was ook van de partij, net als een menu dat uitnodigde om wat langer te blijven plakken. In de namiddag werd de passie voor auto's opnieuw aangewakkerd. Jaguar, Triumph, Alfa Romeo, Mercedes, Porsche, Land Rover, stuk voor stuk trotse ambassadeurs van het gouden tijdperk van de automobiel, waarin alles mogelijk leek. Deze rally was de ideale gelegenheid om hun motoren uit volle borst te doen zingen en de mechaniek tot zijn recht te laten komen. De deelnemers genoten met volle teugen tot aan de aankomst rond 19 uur aan het Spaans dak in Oud-Heverlee, de eindbestemming. Na een dag vol emoties ging het gezelschap opnieuw aan tafel voor een laatste moment van gedeeld genoegen. Misschien een idee om het zelf eens te ervaren volgend jaar.